De rechtspositie van burgerpersoneel bij het Korps Brandweer Suriname is ook belangrijk en moet in orde gemaakt worden. Dit stelde justitieminister Kenneth Amoksi gisteren bij de bevordering van brandweerpersoneel op het hoofdkwartier aan de verlengde Gemenelandsweg. De functionaris adviseert de leiding van het korps om na te gaan wat de stand van zaken is rond de rechtspositie van de mensen. Ook wil ik aandacht vragen, de leiding van de brandweer, om ook voor wat het burgerpersoneel betreft, om ook te kijken naar hun rechtsposities, zodat eventuele achterstallige bevorderingen, misschien vaste aanstellingen, dat die zaken ook zo snel mogelijk rechtgetrokken kunnen worden. Ik wil de bond feliciteren met de principe overeenkomst die we hebben gesloten met de regering, onder vertegenwoordiging van de cluster van ministers. We zullen strakke dekking eraan geven dat het zo snel mogelijk, dat op tijd alle punten worden uitgevoerd. De uitdagingen zijn veel. De uitdagingen zijn veel. De minister geeft verder aan dat de uitdagingen op het ministerie veel zijn. Maar hij toch zijn beste been voort zal zetten om met alle ten dienst staande middelen zaken gedaan te krijgen. Amoksi benadrukt dat hij ernaar wil werken dat alle zaken die hij op agenda heeft gerealiseerd zijn.